Ik ben Mark Koessens. Ik ben brouwer bij brouwerij Liefmans. Ik werk al 30 jaar voor de brouwerij. En wij zijn hier nu bij de familie Briffaut in de Kriekenboomgaard. Dus wij komen eens elk jaar eens kijken hoe dat het met de kwaliteit van de krieken gesteld is. Omdat wij toch elk jaar een vrij grote hoeveelheid krieken kopen voor ons kriekenbier te maken. Wij werken voornamelijk met de Gorssemkriek. Dus dat is een Gorssem is eigenlijk een gehuchtje hier in de streek van Sint-Truiden. Het sap gaat dan in ons bier overgaan. Dus hoeveelheid sap is belangrijk, maar vooral de smaak van het sap is heel belangrijk. Wij gaan dan de krieken in het bier brengen. Een bepaald systeem waarbij we de krieken in het bier mengen en dan steken we dat in een rijpingstank. En daar gaan die krieken minstens anderhalf jaar op het bier blijven. Als ik nu naar de kwaliteit van deze krieken kijk, lijkt me dat heel veelbelovend.